Wat hebben we zojuist gezien? Wat we hebben gemaakt is een steiger die we kunnen ombouwen naar een drijvend podium. En het idee is als er straks optredens zijn, dan kunnen we dat mooi op het podium doen. Hebben we het podium niet nodig, dan varen we hem weer terug en dan fungeert hij gewoon als steiger. Kun je uitleggen hoe het systeem precies werkt? Ja, het zijn 8 losse delen, steigerdelen. Daar zitten grote drijvers onder. Normaal zijn ze gevuld als ze fungeren als steiger. Die kunnen we leegpompen. Dan beginnen de delen te drijven. Dan kunnen we ze allemaal aan de kant drijven. Nieuw weer aan elkaar koppelen. En dan kunnen we er een podiumvorm van maken. Hoe lang duurt het ongeveer voordat het systeem in elkaar zit voor gebruik? Ja, dat weten we niet. Dat zijn we nu aan het testen. Maar we verwachten dat het binnen 2 uur wel klaar moet zijn. Hoe uniek is het systeem? Nou, de aannemer heeft het onderzocht, maar eigenlijk is het heel uniek, want het bestaat nog helemaal nergens. Een steiger die we kunnen ombouwen naar podium en ook echt uitziet als een steiger. En ook met het gewicht wat erop kan, want er kan gewoon best wel heel veel gewicht op. Hoeveel gewicht kan er precies op? Er kan als het goed is bijna 500 kilogram per vierkante meter op. Dus dat is ruim voldoende voor een optreden. Wie kunnen er allemaal gebruik maken van dit podium? Eigenlijk iedereen die gewoon een optreden wil doen. Dus het is ook heel mooi voor onze eigen muziekverenigingen die we hebben in de stad. Want het lijkt erop dat het ook in ieder geval gratis zal zijn, of in ieder geval tegen een kleine bijdrage. Kunnen we straks een heel mooi podium opbouwen. Wordt het ook gebruikt bij de musical ter gelegenheid van het 600-jarige bestaan van Almelo? Dat weet ik niet, maar ik verwacht van wel. En wanneer het podium niet in gebruik is, dan kan het gebruikt worden door de vissers? Ja, en het is ook gewoon bedoeld om het te kunnen aanleggen met de kano en met de sloepjes en kleine bootjes. Want er zitten gewoon haalringen aan om je boot aan vast te leggen. En het is een hele mooie vissteiger.